Ook deze week hebben we weer een aantal fantastische auto's binnengekregen. Om te beginnen bij deze, weer een 335i Gran Turismo met een Affabrik M Sportpakket, met X-Drive vierwielaandrijving, met een panoramadak. Een auto die dus heel erg lijkt op de 335 GT die we recent hadden. Maar die auto was Estoril Blauw 2 over een Alcantara interieur en had daarmee heel duidelijk een heel sportief thema. Deze auto is saffier zwart over een Veneto beige interieur met die mooie gesatineerde aluminium raamlijsten met hoogglaszwarte staandertjes. Een auto met een heel duidelijk luxe thema. In het interieur zet het luxe thema zich voort. Natuurlijk met dat prachtige met nappenleer beklede stuurwiel wat bij de M-Sport uitvoering hoort. Met de walnoothouten sierlijsten, maar ook met een bijzonder fijne optielijst. Met zaken als een achteruitrijcamera, hi-fi speakersysteem en elektrische stoelverstelling met memory. Dan moet je deze eens even zien. Deze 523 is van begin 2010 en is daarmee een van de eerste F10 modellen. En dat klopt ook wel, want deze auto is door BMW gebruikt ten tijde van de introductie. En dat zie je ook terug aan de uitvoering. Hij is heel mooi compleet met comfortstoelen en een schuifkanteldak. Maar hij heeft ook een aantal van de vernieuwende opties die op dit nieuwe model geïntroduceerd werden. Zoals het adaptieve onderstel, de Integral Active Steering en ook de parkassistent. Een van de meest bijzondere aspecten van deze 5-serie is wel de kilometerstand. Nadat BMW hem ingezet heeft, is hij zoals te doen gebruikelijk door een BMW-dealer verkocht aan de eerste particuliere eigenaar. De auto had toen iets meer dan 10.000 kilometer gereden. En die meneer heeft er tot zeer recent mee gereden. In totaal maar 60.000 kilometer. Nou, gelukkig heeft hij zich daar niet door laten weerhouden om de auto met grote regelmaat voor een beurtje weg te brengen. Uiteraard altijd bij de officiële BMW-dealer. Maar de auto van deze week waar ik het meest trots op ben, die staat al buiten. En dat is deze, een 2004 330 Cabriolet. Een E46 dus, een zeldzame facelift. Prachtige kleurcombinatie, saffierzwart metallic over zwart leer met geweldige specs. Sportstoelen met elektrische verstelling, xenonverlichting, navigatieprofessional, hi-fi speakersysteem. En het leuke van deze auto is dat hij afgelopen 15 jaar maar één eigenaar heeft gehad. En wij zijn echt full wheeler dealer gegaan op deze auto. Wat hebben we allemaal gedaan? Nou, typisch zie je dat wanneer zo'n auto bezit is geweest van wat oudere mensen, dat de bumperhoeken beschadigd zijn, die hebben we hersteld. We hebben alle vier de velgen helemaal nieuw laten maken bij Wheelfix. We hebben goede Goodyear banden gemonteerd. En we hebben ook de techniek aangepakt. Die E46's, die M54's, die staan erom bekend dat ze best wel wat olie willen zweten. Dus we hebben pakkingen vervangen, we hebben hem gespoeld, nieuwe bougies, nieuwe filters en nieuwe remmen gemonteerd. Deze 330 is er weer helemaal klaar voor. Ik weet niet of je als naar Mega Mindy kijkt. Maar Mega Mindy heeft de legendarische uitspraak: als er één ding is waar Mega Mindy niet tegen kan. Nou, als er nou één ding is waar ik niet tegen kan, dan is het een stuurwiel wat niet goed uitgelijnd staat. Wat niet goed recht staat als je rechtuit rijdt. En na alle werkzaamheden die we aan deze 330 Cabrio gedaan hebben, onder andere de draagrampjes vervangen, wat natuurlijk echt een kwaal is van die E46's, viel mij op dat het stuur niet goed recht staat. Dus ik dacht, ik neem jullie mee naar mijn vrienden van Bandencentrum Steverink. En wij hebben het geluk dat wij hier in Apeldoorn een van de beste onderstel- en uitlijnspecialisten van het land hebben. En die zitten gewoon bij mij aan de hoek. Dus ik ga vragen of ze dat stuur voor mij recht willen zetten. Afgelopen nacht was de eerste nacht met vorst dit jaar. Ik hoorde op de radio dat ze ergens 0,1 graden onder nul hadden gemeten. Maar zo met de raampjes omhoog, jasje aan. Ik heb eigenlijk nog niet eens stoelverwarming aan. Kacheltje op 20. Kun je natuurlijk gewoon heerlijk open rijden bij 9 graden buitentemperatuur nu. Als zonnetje maar schijnt. Nu hadden we natuurlijk een aantal weken geleden die prachtige Orient blauwe 330 Cabriolet. Met het aerodynamica pakket, hè, 338. En het helbeige leer. En die was voorzien van een automatische transmissie. En als ik met zo'n 330 rijd met die automaat, die lekkere ouderwetse automaat, die echt zo lekker roombotersmeuïg geschakeld, dan denk je, ja, zo'n 330, daar hoort wel een automatische transmissie in. En dat denk je precies zo lang totdat je in een handgeschakelde 330 stapt. En deze is natuurlijk helemaal lekker, want het is een facelift. Dus het is een heel zeldzaam exemplaar met de handgeschakelde 6-bak. Een beetje M-gevoel in je gewone 3-serie. En als je hiermee rijdt, dan denk je, ja, in je 330 wil je een handbak. Kijk, scheef, niet goed.
Welk job was een mooie M3 en M2? Kijk, spot de nieuwe draagarm. Niet heel moeilijk. Chris, en nu heb je even een rondje gereden om even te kijken of het stuur recht is en of het goed voelt allemaal. Alles goed voelt, geen trillingen, niks. Oké, het is geregeld. Super, dankjewel. Nou, mijn stuurtje staat weer lekker recht. Ik heb een mooi rapportje mee, goede cijfers. Dus ik ga nog even lekker van het najaarsweertje genieten.